In grote delen van Nederland was het vandaag prachtig weer met blauwe luchten. Maar morgen dan kijken we toch weer tegen een hoop bewolking aan. En ook na morgen is dat het geval. In het noorden van Nederland was vandaag al wat meer bewolking zichtbaar. In het Waddengebied met name viel zelfs nog een enkele bui. Maar er ligt nog veel meer bewolking ten noorden van ons land klaar. Op de weerkaart kunnen we dat ook heel mooi zien. Er ligt een hoge drukgebied ten westen van Ierland, of ongeveer boven Ierland. En om dat hoge drukgebied heen waait de wind met de wijzers van de klok mee. En dat betekent dat bij ons de wind uit een noord- of noordwestelijke richting waait. Koude lucht over het relatief warme water van de Noordzee. En daar ligt een heel zwak warmtefrontje. Dat komt geleidelijk aan onze kant op. Er wordt dus iets mildere lucht aangevoerd en die overgang naar dat iets mildere weer met morgen temperaturen weer in de dubbele cijfers gaat gepaard met meer bewolking en zelfs een klein beetje regen en motregen. Aan het begin van de avond ligt dat tegen het noorden van het land aan. In grote delen van Nederland is het aan het begin van de avond nog prachtig opgeklaard en gaat de temperatuur rap omlaag. Maar in de loop van de nacht dan komt die bewolking opzetten. Kan er een beetje mise regen vallen. En ook morgen hebben we daar nog lange tijd mee te maken. Al lijkt het erop dat het in de loop van de dag wel wat gaat opklaren. Voor vanavond in het noorden al de komst van de bewolking elders vooral opklaringen temperaturen dalen tot in de buurt van het vriespunt in de loop van de avond in de loop van de nacht kan het vooral in het zuiden van Limburg zelfs lichtjes gaan vriezen maar elders raakt het bewolkt en deze temperaturen die lopen in de loop van de nacht op als de bewolking overheen schuift en dan valt er soms ook een klein beetje regen en motregen. Daar hebben we hebben ook morgenochtend mee te maken, morgenmiddag dan breekt her en der het wolkendek met name in de noordelijke provincies. Kan nog een enkel spattenbuitje tussendoor zitten. En de temperatuur komt wat hoger uit dan vandaag. Zo'n 10 of 11 graden. En bij dat alles staat er maar weinig wind. De komende dagen vrij normaal november weer. Met temperaturen van zo'n 7 of 8 graden. Misschien donderdag zelfs nog wel wat hoger. Beetje wisselvallig. Later op donderdag valt er op meer plaatsen regen. En vrijdag en de dagen daarna. Dan zien we zelfs dat de temperaturen wat ondermaats presteren. En daarbij is het wisselvallig. Met af en toe wat regen of buien. En misschien dat er ook wel eens een keertje een vlokje natte sneeuw tussen zit, maar echt winter dat zit er voorlopig niet aan te komen. Fijne avond.